Hey iedereen en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video hier op Aldus Games. Mijn naam is Roy en vandaag heb ik weer een hele gloedbrandnieuwe speedbuild video voor jullie hier op Aldus Games. Hopelijk heb je er heel veel zin in, want vandaag gaan wij een soort, ik heb er nog geen naam voor. Maar een beetje een duur, hip, industrieel, mooi restaurant gaan we maken. Dus met een gekke vorm. En deze geïnspireerd op een restaurant in Utrecht. Dus naast de jaarbeurs zag ik deze. Vorig jaar heb ik gegeten na de Dutch YouTube Gathering, waar we daar al over gaan hebben. En dan hadden ze zo'n lekker eten. Was zo'n leuk tentje. Nou, het tentje was een heel mooi gebouw ook. En dat is hierop geïnspireerd. Nu was dat gebouw veel mooier dan dit gebouw. Maar dat maakt niet uit. Daar gaan we het niet over hebben. Maar dus dan denk je misschien van Roy, waarom is alles zo zwart en van buiten? Weet je wel, van buiten. Maar dat hotel. Dat restaurant heeft het ook. En dat vond ik wel super cool. En dat geeft wel echt zo'n industriële vibe. Dus dat vond ik echt super cool. Dus dat heb ik zeker gedaan in deze speedbuild video. En ik heb ook een keer wat gebouwd in een kelder. En dat heb ik nog nooit gedaan. Dus dat was wel super spannend. Nou ja, zo spannend was het niet. Het was gewoon een kelder, maar oké. Vinden jullie ook de geur van kelders altijd zo ontzettend lekker? Dat is hetzelfde als bijvoorbeeld jouw moeder of vader of iemand anders. Die gaat tanken. Weet je wel, benzinegeur vind ik ook zo lekker. Oh my god. Benzine en kelders en geurkaars natuurlijk. Girl, yeah. Het zijn echt mijn dingen. Dat is echt, vind ik zo lekker om te ruiken. Of nou ja, gewoon, ja. Ik zou benzine niet in een geurkaars doen of zo. Of kelder. Misschien is er dat wel. Ik ga het nu googlen, jongens. Op dit moment. Kijk, gaan we... basement scented candle. Er zijn mensen die het ook allemaal hebben opgezocht. Oh mijn god. Wat? Nee, dat is geen geur. Oh my god. Oké. Er is dus niks over een... Oh wacht. Scented candle make you never miss college again. Oké, nou, misschien is het het wel. Anyways, ik ben bezig met mijn video. Roy, daar gaan we niet over geurkaars hebben op dit moment. Nee. Waar ik het over wilde hebben, over de Dutch YouTube Gathering. Oh mijn god, misschien hoor je het aan mijn stem. Denk het niet. Maar ik heb ontzettend veel keelpijn. En ik ben ook wel een beetje ziekjes geworden na de Dutch YouTube Gathering. Maar man, wat was het leuk. Wat was de Dutch YouTube Gathering leuk, zeg. Oh mijn god, ik heb echt ontzettend veel van jullie ontmoet. En met jullie op de foto geweest. En het was echt super gezellig. En praatjes gemaakt. En geknuffeld. Het was echt super. Als je niet weet wat de Dutch YouTube Gathering is. Het is zeg maar een soort evenement in de jaarbeurs. Het is eigenlijk het grootste Nederlandse online video evenement in Nederland. Dat was echt super gezellig. Echt zoveel mensen ontmoet. Onze eerste meet and greet. Dat was op zaterdag om 12 uur. Toen was het zelfs zo druk dat we echt mensen moesten afkappen van sorry, van de beveiliging moeten wij nu weg. Ons uur is voorbij en nu moeten we heel veel mensen teleurstellen. En dat vonden we zo erg, jongens. We zaten echt in shock, Bo en ik. Zo van, oh mijn god. Sommige mensen hebben een uur in de rij gestaan voor ons en dan moesten ze opeens weg. Oh, wat erg. Dus ik hoop dat ik echt iedereen heb ontmoet bij de Dutch YouTube Gathering die er was, die mij ook wilde ontmoeten. Dus ik hoop dat ik iedereen, ja, dat iedereen aan de beurt is gekomen. Laat ik het zo maar even zeggen. En als dat niet zo is en je stond wel in de rij bijvoorbeeld, dan echt, het spijt me enorm. We moesten ook bij de andere meet and greets die we hadden, hadden we echt een systeem bedacht dat Debbie, my girl Debbie, dat is een hele goede vriendin van mij, van de basisschool, zo lang ken ik er niet, van de middelbare school. En die was ook mee en die heeft heel goed foto's van ons, dus jullie en van mij en Bo. Heeft ze gemaakt en ze moest wel een beetje streng zijn, want anders kwam niemand aan de beurt. Ging het allemaal veel te sloom. Dus we vinden het zo rot om alleen op de foto te gaan met iedereen en dan maar moeten we door naar de ander. Maar het was zo druk dat het wel echt moest en dat vonden we zo jammer. Maar we hebben wel iedereen, volgens mij is wel iedereen gelukkig aan de beurt geweest bij de andere meet and greets die aan de beurt wilden komen. En het was echt super. Het was de Dutch YouTube Gathering voor de rest was echt super goed geregeld. Echt, het was echt perfect. Ik heb echt de hele tijd echt
en goed naar mijn zin gehad. En ik hoop jullie ook, als jullie er waren. Ik ben ook nog in de botsauto's geweest. Er was ook een botsauto's attractie, weet je wel, van de kermis. En ook zo'n bank, zo'n bewegende bank of zo, zo'n ronddraaiende bank. Nou, daar wilde ik nog in, maar dat is helemaal niet, helemaal niet gebeurd. Helemaal geen tijd voor gehad. Want man, dat deden Bo en ik vroeger altijd. We gingen altijd in zo'n attractie. Wat ook altijd op de kermis stond. Dat was mijn favoriete attractie van de kermis. Omdat ik daar wel in durfde. En botsauto's vond ik echt... Oh god. Bij de botsauto's dan bij mij in het dorp, weet je wel. Er was dan een kermis bij ons op het dorp. Er waren altijd van die gasties die wilden altijd... Ja, die kenden mij dan of zo. En die dachten van dat ik echt... Nou, niet dat ik een klootzak was. Maar echt dat ze me niet mogen of zo van... Ja, hoe ik was en zo. En hun waren veel te stoer. En, oh, kijk mij. Nou, ik rook en ik drink. En, ja, ik heb chickies. Je weet zelf. Weet je, van zulke mensen. Er is niks mis mee met die mensen. Maar die mensen die ik bedoel nu op dit moment... Ja, die spoorden niet. dan was ik altijd bang dat ze achter mij aan gingen bij de botsauto's. En mij juist keihard, gingen botsen. Ook al is dat de bedoeling natuurlijk. Maar... ik ging dus in de botsauto's met Bo samen. En Debbie zat in een ander karretje. In een andere botsauto. En toen ging het wel goed. Maar ik weet niet, als ik er eenmaal in zit, Bo die ging rijden dan. Dan vind ik het allemaal veel te spannend. En dan al met een kleine botsing, dan ga ik helemaal gillen. Sommigen van jullie weten misschien wel. Ja, die hebben het gehoord misschien. I don't know. Maar het was echt heftig hoor. Woe. Maar de tweede keer toen ik erin ging, toen ging ik samen met Debbie. Ik kan je zeggen... Debbie, die heeft blauwe plekken. En ik heb echt iets van 3 dagen last gehad van mijn stuitje. Weet je wel, dat zit echt aan het eind van je rug zit dat daar. Tussen je billen en je ding. Weet je wel, zit zo'n soort botje of zo. Dat heet dan een stuitje of zo. I don't know, maar het doet nu nog... Ik zit er nu eventjes aan. Het doet nu nog pijn. My god. Dus ik ga echt nooit meer in de bots houden. Dus ik zeg het nu aan jongens. Period. Ik zeg het echt niet meer. Of ik ga het echt niet meer doen. Ik vind het echt... Ik vind het echt vreselijk. Ik ga het nooit meer doen. Maar het was wel leuk. Het was wel heel erg leuk. En heel veel fans moesten ook heel erg lachen toen in de botsauto's. Hoe ze mij zagen creperen van de pijn. In de botsauto's. En toen was ik zo blij. Want weet je, meestal als zo'n botsauto rondje voorbij is. Dan hoor je zo'n soort geluid of zo. Van, weet je wel, zo. En dan moet iedereen eruit, weet je wel. Dan is het rondje voorbij. En dan rijden de botsauto's ook niet meer. Nou, toen was ik zo blij. Toen was ik echt... Zo blij, want ik dacht van yes, ik ben er helemaal klaar mee. Oeh. Jeetje, ik moest even gapen, want het waren wel echt hele drukke dagen. Ik weet zeker dat ik wel ongeveer, laat ik zeggen, de zaterdag heb ik denk ik wel met 600 fans op de foto geweest. En op zondag denk ik ook wel zoiets of iets minder. Het was zo ontzettend druk. En maar... Het was druk, maar het was wel echt beren gezellig. Echt, was heel erg leuk. Oh ja, en waarom ik ook trouwens een restaurant wilde bouwen als Spiebeld video... is dat ik zaterdagavond ging uit eten samen met Bo, Wart, Hugo, Meiron, Romane. Die ken je misschien wel van YouTube. Wart natuurlijk ook. En Bo ook, en Shaquille en Thibaut en met Debbie. Het was hartstikke gezellig. En toen was het zo gezellig, jongens. We hebben €100 aan wijn gedronken. Nou, het was echt... wat erg. Maar het was wel heel erg leuk. Dus, en toen dacht ik... Dat was zo'n leuk restaurant, jongens. Als je ooit in Utrecht wil eten... Ga naar PK Kitchen. Het zit bij de grachten. Gewoon bij de winkels zit het volgens mij. Het zit naast de Only. Als ik het goed zeg. Volgens mij wel. Ja. Er zit PK Kitchen. Het is echt een heel erg leuk... restaurant. En ook heel erg lekker eten. En zo duur was het eten ook niet echt. De wijn, ja. De wijn, ja, we hadden wel wat wijn op. Dus de wijn was wel wat duurder dan het eten. Maar nee, het is echt een heel erg leuk restaurant. Het was heel erg gezellig. En toen, dat heeft me ook wel even geïnspireerd om zo'n restaurant als dit te maken. Al zag dat restaurant er veel mooier uit als dit restaurant. Echt, oh mijn god, het was echt zo'n mooi restaurant. Echt super pretty. Maar ja, dit is ook maar de Sims. Weet je, je kan ook niet alles. En het kost ook allemaal heel veel tijd om dit te doen. Wow, ik zit weer te gapen, jongens. Eigenlijk moeten we gewoon... Als ik zit te gapen, dan moet iedereen een slokje drink nemen.
gewoon een slokje ijs, hup thee, of gewoon een hapje eten nemen of zo, weet ik veel. Als je op dit moment aan het ontbijten bent, of aan het avondeten bent, of aan het, weet ik veel, eten bent, of iets drinken, dan moet je gewoon een slokje nemen, of een hapje, als ik eet. Of als ik gaap, bedoel ik. Ik heb geen idee waarom ik dit nu zeg, maar ik dacht van, weet je, misschien is het wel leuk, een leuk spelletje. Ja, ik weet niet wat er zo leuk in is, maar het maakt nog niet uit. Weet je, boeien. We zijn bijna klaar met het restaurant, zoals je ziet. Boven is ook heel veel plek om lekker te eten. Het is best wel een groot restaurant. Of nou ja, er is heel veel plek om te zitten. En er zijn ook twee barretjes. Waar dan zeg maar het drinken wordt, wordt klaargemaakt om naar je tafel te brengen. En je kan ook gewoon zelf bij de bar zitten natuurlijk. Ik kwam deze lampen tegen. En nou, die vind ik zo cool. Met een soort buizen. En dan lampen, die vond ik echt zo gaaf. Die moest ik echt ophangen. Dat vond ik echt super mooi. En echt paste helemaal bij het thema van dit restaurant. En op dit moment gaan we beginnen met, met de keuken. En de keuken zit in de kelder. Nou, echt. Ik heb nooit. Ja, eerst wilde ik eigenlijk de. Hoe heet het? De keuken ook gewoon in het gebouw zelf maken. Maar toen dacht ik van ja, dat is misschien wel weer te klein. Dus we hebben het gewoon zo opgelost dat het gewoon in de kelder zit. Ik vond echt een ideale plek gewoon voor een keuken. Dus weet je, als het eten klaar is, dan gaat de bediende, heet dat zo volgens mij? Serveerder, I don't know, ik heb geen idee. Van die mensen, weet je wel, die het eten brengen naar je tafel. Die loopt hier naar beneden en haalt het eten en loopt hier naar boven. Weet je, het is wel echt een workout. I love it. Dus dat is wel goed. Het enigste nadeel aan dit restaurant is dat je hebt geen lift om naar boven te gaan. Dus als je te slechte been bent of je bent in een rolstoel of zo, dan, dat kan natuurlijk gebeuren. Dan moet je wel beneden eten. Tenzij je, ja, als je boven wil eten, dan heb je wel een probleem. Dat lukt dan niet echt. Maar stel je download dit restaurant in de galerij van Bo. Dat is Bocaro met 4 O's. Hij staat er op dit moment nu nog niet in. Maar al mijn andere Speedbuild video's staan er wel in. Dus als je die wil al gaan spelen, die staan er allemaal in. Op dit moment. Dan kan je zelf natuurlijk nog een lift zetten in dit gebouw. Dus daar moet je maar eens eventjes plek van maken. Maar hier heb ik dat niet gedaan. Maar dan kan je wel leuk op de begane grond zitten. Maar dat is ook natuurlijk heel erg leuk. En je hebt heel mooi uitzicht met de grote mooie ramen die we hebben. Dus dat is wel heel erg leuk. Hier heb ik de laatste check van wat zullen we allemaal nog neerzetten. Dus ik heb daar nog even een spiegel op hangen. Jongens, dit was het voor deze keer. We zijn alweer bij de screenshots beland. Hier is de ingang, zeg maar de voorkant. En dit is weer de achterkant. Nou ja, ook weer de zijkant is dat. Van het gebouw. Het is best wel donker, maar ik vind het toch ook wel heel erg modern. En je hebt ook een waterval bij de ingang. En een bordje waar je het menu kan lezen. En hier kom je binnen, dan meld je je aan. En dan zie je het gewoon, ja, het mooie restaurant. En ik vind hem best wel geslaagd. Ik had hem wel iets beter verwacht. Maar ja, weet je, soms heb je dat wel eens. Vorige keer hadden we trouwens een heel mooi huis. Dat vonden jullie ook echt super. Dus bedankt voor jullie leuke reacties daarop. En die was wat beter gelukt dan deze. Dus ja, wie weet gaat de volgende Speedbuild video. Die lukt wel weer wat beter dan deze. Maar uiteindelijk vind ik het toch wel een hele leuke, geslaagde restaurant, jongens. We zijn weer beland bij de laatste screenshot. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Als je het nou leuk vond, doe dan eventjes een duimpje omhoog op deze video als je het leuk vond. En als je het niet leuk vindt, dan kan natuurlijk ook, maar doe nog wel eventjes een duimpje omhoog op deze video. En abonneer eventjes op Alt's Games hier beneden op de abonneerknop. En dan ben je altijd up-to-date met onze nieuwste video's. En druk ook meteen eventjes op het notificatiebelletje wat ernaast staat. Dan krijg je op je YouTube app en overal, ook op youtube.com gewoon, op de computer, krijg je een melding wanneer wij een nieuwe video hebben. Dus super bedankt voor het kijken. Hopelijk zien jullie volgende keer weer op Alt's Games met een nieuwe video. En dan nog een hele fijne dag. Jongens, bedankt voor het kijken en bye bye!